Vandaag ga ik de Barbell Romanian Deadlift met je doornemen. Een oefening waarmee we de hamstrings, de glutes en de erectors trainen. Het is een pure beweging vanuit de heup, waarbij we zo min mogelijk beweging willen zien in het kniegewricht. En waarbij we de romp neutraal willen houden. Dat wordt eigenlijk ook wel de hip hinge genoemd. In deze video ga ik je tips en tricks meegeven om jouw techniek te optimaliseren. En ik ga veel gemaakte fouten met je doornemen. Let's go. Als we de Romanian Deadlift zo goed mogelijk willen uitvoeren, zijn er een aantal techniekpunten waar we op willen letten. En die ga ik nu met je doornemen. En we beginnen van onder naar boven. Punt 1. En dat is namelijk het verdelen van de druk over de hele voet. Dat wordt ook wel de tripod genoemd. Als je de oefening uitvoert, wil je druk behouden over zowel de grote teen, de kleine teen en de hak. Je wilt voorkomen dat je heel veel druk aan de voorkant van je voet ervaart. Want op het moment dat je dat doet, kan het zijn dat de heup minder ver naar achter kan bewegen. Daarnaast wil je er ook voor zorgen dat je niet alleen maar druk op de hak ervaart. Als je dat doet, kan het namelijk zijn dat je op de weg naar beneden en omhoog in extensie schiet. Punt nummer 2. En dat is namelijk dat we de schenen verticaal willen houden. Als je de beweging gaat inzetten, is er een lichte buiging van de knieën nodig. Maar vervolgens blijft die hoek in de knieën constant. Als je namelijk meer gaat buigen in de knieën, dan wordt het een squatpatroon. En dat wil je voorkomen. En de reden waarom dat is, omdat de Romanian deadlift een pure beweging is vanuit de heup. Daarnaast wil je er ook voor zorgen dat je de knieën niet te veel strekt. Als je dat doet, dan krijg je namelijk te maken met het begrip passieve insufficiëntie. En het houdt in dat op het moment dat een spier verlengt over een bepaald gewricht, dat het moeilijker kan verlengen over een ander gewricht. In de Romanian deadlift houdt het in dat op het moment dat we de knieën strekken, we de heup moeilijker naar voren kunnen buigen. Oftewel, we hebben een lichte buiging in de knieën nodig om de heup naar voren te kunnen laten buigen. Punt 3. En dat is namelijk een pure beweging vanuit de heup. En wat houdt dat in? We willen zien dat de heup zo ver mogelijk naar achter wordt geduwd, tot het punt dat je eigenlijk voelt of ziet dat de heup gaat zakken, of op het moment dat je de rompspanning verliest. Punt 4, en dat is namelijk het behouden van een neutrale werfklom. Wat je wilt zien is dat de ribben boven de bekken worden gepositioneerd. Wat je niet wilt zien is dat je teveel gaat strekken tijdens de RDL. Dat wordt ook wel extensie genoemd. Of dat je teveel gaat bollen. Dat wordt flexie genoemd. Oké, we gaan nu Rob door een set Barbell Romanian Deadlifts heen plaatsen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst met je bespreken op welke hoogte we de barbell gaan plaatsen. Je hebt het misschien vast wel eens gedaan dat je de barbell te hoog in het rek plaatst en dat is ongunstig. Waarom? Als je dan de barbell uit het rek haalt, moet je een shrug maken om de barbell uit het rek te halen. Dat wil je dus niet. Als je hem te laag plaatst, moet je al een halve herhaling maken om de stang uit het rek te halen. Dat wil je ook niet. Wat wil je dan wel zien? Je wilt hem op een hoogte plaatsen waarbij je er met je vingers net bij kan. Ga even kijken. Nou, Rob kan er dus nu met zijn vingers net bij. Dat is voor hem een fijne hoogte. We gaan hem nu door een set heen praten. Wat Rob gaat doen, hij gaat tegen de barbell aanstaan en hij grijpt de barbell naast zijn lichaam. Vanuit daar pakt hij de barbell en strekt hij zijn heup en zet hij twee kleine stapjes naar achter. En nu gaan we eigenlijk de techniekpunten bespreken die we net hebben doorgenomen. Punt 1. Rob heeft druk over zijn hele voet. Dat is punt 1. Punt 2. Zijn knieën zijn lichtjes gebogen en zijn schenen blijven verticaal. Punt 3. Is dat hij spanning behoudt op zijn romp. Dus ik ga even checken. Kan hij rompspanning behouden? Dat heeft hij. En vanuit deze positie gaat hij zijn heupen rustig naar achter brengen tot het punt waarop hij bijna de knie wil gaan inzetten of waarop hij spanning op zijn romp verliest. Nou, dat is dit punt en vanuit daar drukt hij zijn heup weer naar voren. Laatste herhaling. Zijn heupen gaan rustig naar achter, hij houdt spanning op zijn romp en zijn schenen blijven verticaal. Daarna mag je de barbell weer in het rek lopen. Dan heb je een herhaling gedaan. Een fijne cue kan zijn om de barbell dicht tegen het lichaam aan te houden, om jezelf voor te stellen dat je je benen verft met de barbell, zodat de barbell mooi over het midden van de voet blijft. En ten tweede wil je een pure beweging zien vanuit de heup. En dus wil je zien dat de heupen mooi naar achter gaan en omhoog blijven. Het kan dan een fijne cue zijn om te denken, butt to the ceiling. Dat wil ik met Rob nog even demonstreren. Hij gaat weer twee herhalingen maken, pak de barbell vast, zet twee stapjes naar achter. En hij krijgt dus twee cues mee. Verf zijn benen en butt to the ceiling. En zoals je ziet, hij heeft dus druk over de hele voet. Schenen blijven verticaal. Heupen blijven mooi hoog. En zijn rug blijft neutraal. Gaat weer terug naar voren. Veel voorkomende fouten tijdens de Romanian deadlift. Fout nummer 1 is het niet behouden van druk over de hele voet. Als je namelijk te veel in de voorkant van je voet gaat staan, dan kan het zijn dat het bovenlichaam heel ver naar voren beweegt, maar de heupen niet ver naar achter bewegen. Terwijl dat wel is wat je wil zien. Daarnaast kan het ook zijn dat je heel veel druk in de hak ervaart. En als je dat doet, kan het zijn dat je zowel op de weg naar beneden als omhoog in lumbale extensie schiet. Fout nummer 2, en dat is namelijk dat de knieën
te veel worden gebogen tijdens de Romanian deadlift. Als je dat doet, dan wordt het meer een squat patroon. Dat wil je niet zien. Het kan dan een fijne cue zijn om te denken, heupen gaan naar achter en richting het plafond. Op die manier blijven de schenen mooi verticaal en worden de knieën minder gebogen. Fout nummer 3, en dat is dat de neutrale positie van de wervelkolom verloren wordt. En dat kan zijn dat iemand in extensie schiet of dat iemand in flexie schiet. Dat wil je voorkomen. Probeer je daarom voor te stellen alsof er tussen je borstbeen en je heupen een strak touwtje staat gespannen en dat touwtje blijft continu gespannen. Op het moment dat ik hold trek, dan knapt het touwtje en op het moment dat ik boltek, dan staat er dus geen spanning meer op het touwtje. Dat wil je dus voorkomen. Fout nummer 4. En dat is dat de RDL wordt afgemaakt met de borst. Wat je namelijk ziet is dat de heupen wel mooi naar achter bewegen, maar zodra de heupen naar voren bewegen, zien we dat de beweging wordt geëindigd met de borst naar voren. Het gevolg daarvan is dat je in extensie schiet. Dat wil je dus niet. Wat wil je wel hebben? De heupen bewegen mooi naar achter en zodra de heupen weer naar voren komen, wil je je bekken kantelen voorin. Dat wordt ook wel een posterior pelvic tilt genoemd. Punt nummer 5, en dat is dat de stang niet boven het midden van de voet blijft. Soms zie je dat de stang iets naar voren komt en op het moment dat dat gebeurt, wordt de momentarm groter en wordt het lastiger om spanning te leveren met de lats. Wat wil je wel doen? De stang tegen het lichaam aanhouden. Een fijne cue daarvoor kan werken om jezelf voor te stellen dat je met de barbel je benen aan het verven bent op de weg naar beneden als omhoog. Om de Romanian deadlift te optimaliseren wil ik je ook een aantal tips meegeven. En tip 1 is het gebruik maken van straps. Het zou namelijk zonde zijn als je de set vroegtijdig moet stoppen omdat de grip het begeeft. Dan wordt dat namelijk de beperkende factor. Dat wil je niet. Je kan dan straps gebruiken. En als je dat doet, wordt grip niet meer de beperkende factor en kan je of meer gewicht of meer herhalingen doen zonder dat die grip dus de beperkende factor wordt. Tip nummer 2, en dat is het filmen van je sets. Als je jezelf filmt, wil je je telefoon plaatsen op een plek waar je zoveel mogelijk informatie kan verzamelen over de checkpoints die we aan het begin van de video hebben besproken. Een fijne plek kan zijn om de telefoon schuin van achter te plaatsen, zodat je goed kan zien hoe de druk is over de hele voet, of de schenen verticaal blijven, of de heupen mooi naar achter bewegen en of de romp mooi neutraal blijft. Ik hoop dat je na het bekijken van deze video meer inzichten hebt gekregen over hoe je jouw Romanian deadlift kunt optimaliseren. Ga met de tips aan de slag en laat ons weten wat je ervan vindt. Succes!